denk dat webwinkelvakdagen nog steeds, na zoveel jaar, een plek is waar iedereen graag naartoe komt. En waar er een goede mix is tussen inhoud en commercie. Ik ben Bas Verhulst. Ik werk bij TikTok in Amsterdam. En ik ben daar country manager voor Nederland en de Benelux. Allereerst zijn we natuurlijk om onze gebruikers gelukkiger te maken. Wij zijn als organisatie op de wereld om onze adverteerders zo succesvol mogelijk te maken op ons platform. We hebben eigenlijk de keuze gemaakt om een verhaal te vertellen over wie we zijn en waartoe we de afgelopen 5 jaar zijn ontwikkeld. Het videoplatform wat we zijn, maar ook een hele interessante partij om als e-commerce of webshop zeg maar op aanwezig te zijn. Op het moment dat je een verhaal vertelt dat vernieuwend is of een product of dienst aanbiedt die vernieuwend is, ja, dan is dit wel de plek om te zijn op het moment dat je leads wil genereren, je relaties wil verdiepen en op die manier succesvol wil te worden. Dus ik denk met name het profiel, gemiddelde profiel van het publiek is denk ik voor iedere publisher of dienstenaanbieder heel erg relevant. De waarde die ik nu zie is dat met name vanuit een platform zoals TikTok dat je de kans hebt om mensen iets te leren die eigenlijk TikTok nu niet zo goed kennen. En je verhaal zeg maar aan een groot relevant publiek te vertellen. Dus dat is wel heel waardevol voor ons.